is een actieplan en wanneer krijg je deze als werknemer? We gaan het vragen aan Marjolein, één van de DIA-adviseurs bij Volandes. Wat is een actieplan? Tijdens het DIA-adviesgesprek heb je een gesprek met een adviseur van Volandes over je inzetbaarheid in de toekomst. De afspraken en acties die daaruit voortkomen noteren we in een actieplan en die krijg je na het gesprek toegestuurd. Waar kan ik een actieplan voor gebruiken? Het actieplan kun je gebruiken om na het gesprek nog eens rustig na te lezen welke afspraken we gemaakt hebben om jouw duurzame inzetbaarheid te vergroten. Daarnaast nemen we in het actieplan nuttige informatie op, zoals bijvoorbeeld een verwijzing naar een tweede lijns partner of bijvoorbeeld relevante regelingen binnen de bouwsector. Wordt mijn actieplan ook gemaild aan mijn werkgever? Nee, het actieplan wordt alleen aan jou gemaild. Vanwege privacy doen wij geen mededelingen over het DIA-adviesgesprek aan de werkgever. Het staat je natuurlijk wel vrij om aan je werkgever te vertellen hoe het DIA-adviesgesprek is gelopen, welke afspraken er zijn gemaakt en welke acties je gaat ondernemen. Oké, Marjolein, bedankt voor het gesprek. Graag gedaan en mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met de vraagbaak van Volandes.